En intussen wordt in het Parc des Princes te Parijs ons entree voorbereid. Maurice Garin, de winnaar van de eerste en tweede ronde van Frankrijk, nu 50 jaar geleden, rijdt zijn jaarlijks ererondje. Het gaat niet hard, maar voor die laatste etappe geeft dat niet. En onder ons, ziet u een groot verschil?